Koelo Eikens, Evi Rijkens, Sjoerd Dijkema en ons eigen lid, de heer Van Essen. Ook bijzonder welkom heet ik de medische dienst. Arts mevrouw Els Greurs uit Groningen, het mobiel medisch opvangteam en de EHBO-groep uit Stadskanaal. Ik hoop dat u allen vandaag werkloos kunt toezien. Dan ook een bijzonder welkom aan de GNB-groep. En bij dit welkomwoord moet ik zeker betrekken onze erevoorzitter van de NAC Stadskanaal, de heer Anton Starke, als mede ons erelid, de heer Jo Bus. Ook van harte welkom de firma Over de ESO. Een bijzonder dankwoord is hier nog op zijn plaats voor het timmer- en onderhoudsbedrijf Sanders Groningen en Inverden voor het gratis verstrekken van enkele kaartverkoopvallen. Grote klasse. Bedankt daarvoor. Goed, dames en heren. We gaan u voorstellen de coryfeeën van de jaren 70-75. En ik kijk even naar wedstrijdleider Erik Visserink, de voorzitter van de MSC Stadskanaal, meneer Edens. Meneer Edens, kom jongens, kom, roepen erbij. Iedere week, al die wedstrijden in Engeland, geeft u nog een hele applaus, dames en heren. Joe Dukes van Edens! Geeft u nog een applaus, Joe Dukes! De man die gewonnen heeft in Klein-Krossenburg en Huizenwinkel, Marmande, Bloemzaal, tweede plaatsen over de hele wereld. Ook als winnaar in Breihand en hij heeft ons een hele doofzeel gegeven vanaf 1974. Maar hij heeft nog een professionele bus met alles erop in de rand. Ieder weekend zit hij nog op die motor. En nu moet hij weer aan de loop en even wachten op de tweede. En dan... Ja, ja. Hij komt uit Denemarken. Hij werd tweede in 1975 hier. Hij werd eerste in 1978. Hij had pech in 1976. Hij is 58 lentes jong, maar hij gaat nog bijzonder snel. Start nummer 2 vandaag ook. Schild Lassen uit Denemarken. En overal aan uit Oudkerk. Geef je een applaus, dames en heren. Evi Rijkens uit Hoogstede. Hij wordt bijgestaan vandaag door Robson Oude Robert Velba. En dan gaan we naar de man uit Zweden, die in 75 schitterde hier op de piste. Hij is inmiddels 62 jaar. Hij zegt, ik ben met de gut, maar wat vind ik dit prachtig. Storre Lundrum! Ja, en die rijden we misschien van Hengrijk. En wat zei hij vanmorgen? Ik ben net zo zenuwachtig als 25 jaar geleden. Ik ga 3 keer per uur naar het toilet, want ik wil vandaag goed presteren. Nou, geef hem nog 1 keer een applaus, dames en heren. Helemaal uit Zweden gekomen. De winnaar van 75, Storre Lundrum! En dan komt hij. En hij zei vanmorgen, ik heb net een familie getekend voor mijn nieuwe werkgever. AOV. Hij wordt in september 65. Hij is met een voetbalbedrijf, hij heeft een mooie jumper gekocht, hij geniet van het leven. De generaalmeester Banaan uit Breihand, Appie de Groot! En Appie de Groot die werd eerst in 77 hier, die werd tweede in 71, in 72 en in 79. En hij geniet van het leven. En we gaan nou op naar de volgende deelnemer. Start nummer 8, uw eigen man uit Stadskanaal. Hij is in de plaats van Donkolder uit Engeland, maar hij is er helemaal bij. Schittert er vroeger ook in die mooie tijden. Voor uw eigen vriend Van Essen uit Stadskanaal. Ja. En daar komt hij. De man die als 50-jarige nog reed. Met nummer 1, die altijd bezig was met zijn geliefde sport, die een werkplaats thuis heeft om door een oogje te halen. Alle toppers van nu komen nog via hun leveranciers bij Doelo in de werkplaats, want het is een techniekman, nu is dat.
De man die het langst heeft gereden van deze allemaal. De man uit Muntendam, onze eigen Koele Huikens. En een van de oudste machines hoor. En hij vindt dit zo mooi. Hij is nummer 1, maar we hebben nog een nummer 1. Maar dat was de internationale koryfee in Nederland. De man die een eigen reclamebureau bestuurt, verschrikkelijk druk heeft. Hij rijdt met de H1 op zijn machine. Hij is de grote, maar ook zo snelle 50 jaar jonge Sjoerd Dijkstra. En als u dit geluid hoort, ja, hoort het geluid van de Yamaha's en GM's. Nu gaan ze op 10 tot 13.000 toeren. Maar de mannen die zitten er allemaal heel recht op. Goed, dan hebben we een verzoek, mannen. Als u, jongens, even weer 8 mannen die motorfietsen pakken. Alle deelnemers graag op de foto voor Vans voor Actueel. Oké. Sjoerd, Wim, wil jij Sjoerd zijn motor even pakken? Jongens, hier even voor. Kom maar. Vrienden terug. De krachtvaker van Waleer. Foto, studio, internet. Alles is hier aanwezig vandaag. Hey. Dat zijn ze, jongens. Oké, ze komen bij ons. Marsmuziek door de Dussel. Voor de oudjes van de leer. En de bloemen die worden in het publiek gegooid. Dus ik weet niet waar, maar dat is leuk. Koele Huikens. Ja. We hebben vandaag, dames en heren, de opening ieder weekend grasbaan en baan van het topniveau. Vandaag mogen we met de huisopvisie op 6 van klasse met de Arai Special Senioren, de Kortwieters, de Oldies en de Specials Nationalen. Nou, nog één keer, Koele. Nog één keer. Doe eens. Ja, de pen achter de woorden. Koele Huikens. Abner Hulks. Eddie Rijkens. Jan van Essen. En ze komen allemaal bij van. En we hebben gezien treinen vanmorgen, we geven nog behoorlijk gas uit. Dan hebben we startnummer 5 uit Zweden, de winnaar van 75, Stoere Lippen. En natuurlijk Sjoerd Dijkstra. En het is ook in ons al geweest, de Kuntroes en Sjoerman in de Sandwerk. De zon vandaag heeft helemaal voor zich alleen de eerste ronde. Hij komt ook nog bij u lang, Sjoerd Joeks. Of is dat Skjold? Ja, Skjold Larsen. Uit Denemarken. Stadskanaal, de H1 van Sjoerd Dijkstra. In de 4 van de banaan van Wallier aan de Groot. Armen naar beneden. Ja, die is nog 50 jaar, de rest is een leven langer.
Daar is Koen al heiten, dan hebben we de twee. Van Jeugd, nee, dit is onze vriend Jeugd. En de mannen die gaan allemaal richting het rennerskwartier. Het eerste demonstratie zit er ook. Wij gaan ons opmaken voor de eerste punten van het seizoen 2001. Meneer Hart, die wij verwachten. De heren van TV Noord. Helaas al actie. Daar waren de oudjes van vroeger, 20, 30 jaar terug. En Ab de Groot die ging magnifiek van start. Op voorsprong door de eerste twee bochten, maar door het machinepest. Ik zeg altijd maar machines, ja die moeten het doen. Die jongens kunnen dat goed doen. Maar Ab de Groot die start begint als de vliegende banaan. En dat liet hij ook vanmiddag weer zien. Maar... Gert Medendorf, Gert is een bekende naam. Oud specialrijder, maar ook Herman. Hebben vanmorgen getraind en kunnen deelnemen aan de opening van het seizoen van de Huis Adviesgroep zijn van klasse. Denk nou niet aan de Van der Helft, dit is de park bij Sjeer Hoekstra. Het is wel verdegen André Sinema. Oh, dit is een mooi opdracht. Je was net bewegelijk. Dat was hier niet zo. En dan de mensen die ook verbaasden in Amsterdam. Kijk eens hoe ze erbij zitten om die jurgen te zetten. Hier doet het maar André Sinema. Daar is lang achter de vijf. Mark Jekker en Roelof Mellers. Ook een coming combinatie. Aan de rij. Hier doet het maar André Sinema. Daar is het lang achter op de daar komt hij, geef je dat
Ondergaan van de regio, Marcel Strandmeijer. Oh! Ja, Marcel. Hier is de
terug en die vorderingen deze plaats komt niet in het pad. Van camping,
Thank you.
Bloemenal en hier aan de buitenkant de veerzien van Roy de Brugge. Ik heb het er allemaal even gedaan. Volgende handen.
Overborg. En dan is het Herman Zonder en Gert Dinkendorf. Maar we komen hier
9 punten heeft, die ligt nu
Van der Helm,
En daartussen nog de 12, Innes Kok, de 5, Steven van der Elf, de 8, Sjoerd Rozenberg en de 22 van Erik Pijp van Engeland. Staat nummer 19, Gert-Jan Potsen, 5.
Voor de laatste drie series voor de pauze.
Rechter Valkenaar uit Jouderen. De man die met zijn 29e baanspoort heeft ontbeten is, heeft de leiding. En die niet op de tweede plaats, dan is Rechter Valkenaar. Maar die oude man, met een beetje uitjouwen, ja, hij had er iets in zijn tijd, maar kijk, de afstand op de zit hem op de korte Honda, heeft de leiding, die komt mee, zet de herenkant van Nederland, in de onderrijd, één schande, dan zijn de zes van de Honda. Dan is het en de
nog geen rond met de A. Allemaal wel. Toegereden aan de leiding. Alleen Sjoerd Dijkman, de reclame maakt weer uitzending.
Op de juiste plek, nummer 21, Stefan Blauw.
Aan de leiding, Jan van Duinen. Ja, dat is wel. 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 Ja, dat is w
Thank you.
Op een tweede plaats, de man uit de regio, Arjan Morgens.
En de bloemen omhoog, jongens, en de bekers omhoog. En applaus! Pizza. Nog eens even aan de kant, we gaan samen hier even zitten. We hebben balling. Ingenieur, er wordt gevochten hoe oud jij bent. Volgens mij 18 of 19. Ik ben net 18 geworden. Ze is net 18 geworden en dan wil je ballen. Nou eens even die eerste serie. Wat dacht je, wat gebeurt er aan? Dan moet ik nog een keer weer 4 ronden. Maar jij bent geflikt, hè? Hoe kan dat? Hij doet heel veel aan krachttraining, heel conditietraining en tijdens vrij staat, hoop ik. Ben tevreden. Ga je voor het kampioenschap dit jaar? Ah, daar sta ik nog niet eens bij stil. Eerst vandaag, maar het is afgelopen bij. Is dit de eerste kramp die je echt op je schouders krijgt? De eerste echte wel, ja. De eerste echte. Ze gaan nog één keer op één staan. En dames en heren, ik wil nog een ovationeel applaus voor de net 18-jarige Nienke de Jong. En ook die gaan weg. Jongens op de motor, gaan we neer de ronde. Nienke, ja, internet uit Duitsland. De jongens van Maansport, ze zijn er allemaal. En ze komen bij je langs met marsmuziek van Willem Dussel. En geeft ze een warme applaus, hè. De 1, 2 en 3 in de 52. En de 1, 2 en 3 in de Special Nationale. Dan heb je gewoon weer stukken met de meter achterstand. Er is 100 liter.
Dat is de moeite.
vorkbest en een roerpallet. Van de hoogste langs komen dat de jongedame en dan één ronde per dag. De eerste 12 punten voor de NK zijn binnen voor deze mannen. Ze rijden met een Nederlandse licentie. Bokalen. Op de tweede plaats, een klein stoelvoudje in de laatste ronde. William Matthijssen en Erwin Boers. En op een derde plaats onze eigen Groningers uit Groningen. Op een GM van Wiebe Bergsma, Ricky Meijers en Alette Nielsing. De tweede vrouw, ja. Mooie bloemen en bokalen. En dames en heren, als de officiële felicitaties allemaal geweest zijn. En de zon die komt nog door, jongens, op Pinkster maandag 2001, 4 juni. Geeft u zijn ovationele applaus, de 1, 2, de 3 en de 6 komen. Kijk eens naar die 7 van 11, maar hij zet het niet en hij pakt gewoon te rijden. Voor de
En op Sjoerd Rozenberg, jongens, graag deze kant op voor de huldiging hier van
de openingswedstrijd op de rij senioren. Dit is over de specials groep A. En Mike, deze kant op, hè, voor de huldiging. Even een pet, jongens, en dan gewoon deze kant op. Geen internationale wedstrijden, maar het duurde veel langer. Dat klopt. En het waren ook leuke wedstrijden, moet ik zeggen. Gelukkig weinig overvallen. En laten we niet weten dat we in de eerste wedstrijd van het seizoen voor deze jongens. Ja, dat is zo. Mak, Stadskanaal, kan zien om in de komende jaren op deze wedstrijd te blijven. U bent een oud Stadskanaal. Hebt u de veteraan, zoals we even noemen, de veteraan, hebt u die allemaal nog meegemaakt hier in Stadskanaal? Als jongen van een jaar of 16 ging ik hier ook naartoe en dan was Abgerkamp de grote onder andere ook bij. Daar gingen we echt voor op de banken staan. Het is leuk dat hij vandaag nog even meegereden heeft en een hele goede gedaan heeft. Ja, maar ik neem een padje ervoor af voor jou, een kilo 64 jaar, 58 jaar, onze leeftijd. Hou je dan op zo'n motortje nog? Dat zie je, zou je het voetbal niet eens doen. Laat staan, daar is op de motor. Ja, maar dit was een fijne dag. Het was een hele goede dag. Toen we hem al een goed gevoel ja, maar vaak gebeurt het met burgemeester en ambtenaren. Die gaat nou, er moeten nog wat finales komen, dan gaan ze erdoor. Maar u bent tot het laatst gebleven. U hebt deze wel genoten. Ik wist dat het spannend zal worden, de laatste wedstrijd. Ja, en die vlakbij de vraag met zo'n thuis. Het heeft wel de moeite waarom hij heeft gebleven. En die laatste, die was echt spannend. Dat was echt mooi. Ja, bedankt. Genoten. En dit was burgemeester Stefans, die heeft dus ook genoten van deze modderwedstrijden hier in de Stadskanaal. En als het goed is in deze Jaraaienwubs, alle punten voor ons. En dan gaan wij zo langzaam van deze kant afscheid nemen. De zon die schijnt al lekker. Dus ze zeggen, Jaraaien, ga je gang. Ja, dat is wel. Meer pakken moeten als een. Ja, dat is wel.